hebben we tijd voor discussie en debat rond Cuba en Latijns-Amerika. Cuba en Latijns-Amerika samen sterk. Hebben we als discussie. Frans Wouwtaar is gevraagd geweest om het een beetje een panorama te brengen van evoluties in de diverse landen. Een aantal, ik kan het natuurlijk niet allemaal, maar toch een aantal belangrijke evoluties in een aantal landen van Latijns-Amerika. George Spriet zou eerder de geopolitieke of geostrategische verschuivingen in het continent behandelen. Dat wil zeggen de tanende invloed van de Verenigde Staten, de integratiepogingen, eventueel ook de rol van China, zo'n zaken. En dan zou Eduardo als... Voor deze eerste inleiding. Donc là, l'exposé que je vais faire, qui est introductif à cette journée, cet après-midi, c'est donc un peu sur ce qui se passe actuellement en Amérique. Eigenlijk dus op wereldvlak. En het leuke is daaraan altijd, denk ik, van een aantal tendensen kunnen onderscheiden. Wat François daarnet heeft verteld allemaal om Amerika. Dans la parole, et je trouve que c'était des exposés vraiment intéressants, incroyablement concrets et incroyablement objectifs sur l'interprétation de la réalité actuelle de l'Amérique latine. En melkchocolade ten voordele van een syndicaal project in Cuba, ten voordele van de vakbond van gezondheidswerkers in Cuba. Je veux vous proposer la campagne de Pâques qui bon, c'est la période pour manger des œufs de chocolat que nous lançons cette année aussi pour soutenir le syndicat des travailleurs de la santé à Cuba. L'année passée, on a aussi soutenu le même syndicat et ça leur a permis d'installer un local syndical à Camagüey et d'acheter des ordinateurs dans quelques autres provinces. Cette année, on va travailler avec la province de Pinar del Rio qui a été fortement endommagée par les ouragans. Dus vorig jaar is de opbrengst naar Camagüey gegaan, waar men een mooi vormingslokaal heeft kunnen installeren en een aantal in een aantal andere provincies ook heeft kunnen informatiseren, het systeem kunnen uitbreiden met computers. Zodanig dat men via e-mail kan communiceren met de verschillende afdelingen. Dit jaar gaat de opbrengst naar de provincie Pinar del Rio, die zeer zwaar geleden heeft onder de verschillende orkanen die het land getroffen hebben. Dus ik nodig jullie uit om een paar zakjes mee te nemen. Als je er 5 koopt, krijg je er een heel mooi, prachtig rood draagzakje bij. Bovendien kan je er ook bestellen om te verkopen misschien waar je werkt, bij je buren, bij je familie, u ziet maar. Si vous achetez ici 5 sachets, nous vous donnons un beau petit sac rouge pour les emporter. Et vous pouvez aussi peut-être vendre des œufs de Pâques sur votre travail, dans votre famille, entre vos amis. On vous invite. Ik zou hier ook nog even snel voor de Nederlandstaligen dan het bestaan van deze 2 boeken willen aangeven. Een excellent reisgidsje voor al wie je kent, ligt absoluut niet zwaar op de hand, die naar Cuba trekt, al is het ook heel gewoon naar de zon. En de factor Fidel, waar dat we het misschien op een andere keer gaan over hebben, maar die vooral het politiek denken van Fidel belicht. Pour les francophones, je m'excuse, mais les deux livres sont en train de se traduire en ce moment. Alors on espère en octobre à te présenter les avoir dans les deux langues. 7 mai, sur les relations de travail et la politique sociale à Cuba, économique à Cuba.
Ik zou jullie ook willen uitnodigen om een flyertje mee te nemen, eventueel te verspreiden. Rond ons vormingsweekend, half mei, rond de sociaal-economische situatie en politiek op Cuba. En tenslotte twee data, niet vergeten, 12 september, Free the Five. Had Brian alleen zijn eigen nagels en tanden en zijn krachtige en fijngevoelige pen die met één punt recht voor opschudding zorgen, aan de schandpaalnagels en aan elkaar stelden zich over als twee vleugels voor de proces van mensen en de En de geschiedenis gaat verder. De Cubaanse revolutie telde de redding van de laatste man, Martenaar, journalist. Qui ont été prononcés par le président de l'Équateur, Correa, lors de sa visite à Cuba.